Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuw report van Nieuws TV. Vandaag ben ik in Landstedelijk Sportcentrum waar ik mijn eerste koningproef in wil draaien samen met Mike Schilder. Laten we zien met Mike Schilder, basketbal voor ons DDM uiteraard. Geel koningproef, dat is goed om te weten. Was het goed? Ja. We zijn weer lekker aan het basketbal, dus dan gaat het al snel goed. Ja, met gemengde gevoelens krijg je wel terug. In het begin natuurlijk heel lastig en je wordt ineens uit je routine getrokken en dat is dan wel even heel raar, maar op een gegeven moment ben je er wel aan en toen ben ik gewoon eigenlijk lekker aan de slag gegaan met school en ik heb natuurlijk mijn eigen bedrijf nu waar jij ook een mooi shirt van aan hebt. Zeker, hoe gaat het daarmee? Ja, dat gaat goed. Hele leuke stappen aan het ondernemen nu en er komen binnenkort weer leuke nieuwe dingen aan als het goed is. Ja, wij hebben dat eigenlijk wel leuk gedaan. Ik ben met Devin van Oosten en Nigel van Oosten. En later is ook Ralf de Pachter weer aankomen sluiten bij ons. We hadden eigenlijk hierboven van de fitness mochten we alle stangen en gewichten en alles mochten wij meenemen. Dus die hadden we in Devin zijn auto gelegd. En dan gingen we iedere keer reden hier naar het voetbalveld naast de hal. Ja. Laden we alles uit. En dan gingen we buiten lekker trainen. Ja. Nou ja, vooral dat we weer de zaal in mochten en ook weer mochten basketballen. Ja, dat vond ik wel heel fijn. Hoe ga je nu kijken naar het aankomende bescheidenheid bijvoorbeeld? Ja. Vind je dit naar weer twee? Ja. Hoe ging het daar weer? Dus in het begin ging het best wel lekker. We waren denk ik 12-4 voor of 13-4. En langzaam in de tweede helft merkte je dat de tank een beetje leeg begint te raken. Dus uiteindelijk wel lekker om gewoon op het veld te staan. Ja. En na 6 maanden ook. Nou, voor mezelf best een lekker wedstrijdje gespeeld. Ja, mooi natuurlijk. Ik denk, hopelijk kunnen ze ook voor meerdere jaren blijven. En dan wordt het perspectief voor jonge basketballers om lekker in de Eredivisie te komen spelen. Wordt natuurlijk steeds groter. Waardoor ik denk dat er ook veel meer talenten door gaan stromen straks naar de Eredivisie. Ook bij Gelderland komt, ik heb natuurlijk twee jaar samen gespeeld hier ook in de Keijmerhelft. Ja, en ik Keijmer die heeft bewust een stapje terug gedaan naar de promotiedivisie om hopelijk weer de Eredivisie in te kunnen. En ik vind het voor hem wel heel mooi dat die stap nu gemaakt is. En Keijmer is hartstikke talentvol, dus ik heb wel verwachtingen van Keijmer. Het is nog een beetje moeilijk te zeggen. Ja. Ze hebben volgens mij 4 of 5 jongens pas officieel getekend. Ze hebben nog ook geen compleet team. Nee. Ja, en het zal sowieso natuurlijk voor iedereen wel een beetje aanpassen zijn. Ja. En, als iemand ziek wordt een keer, of dan moet je dan toch wel heel snel gaan schakelen. En, dus ik ben benieuwd, het wordt wel een apart seizoen. Ik wil je even gesproken te hebben, bedankt voor je tijd. Ja, jij bedankt. Blijf gezond. Jij ook. Steeds. Dit was Nieuws TV. Ik wacht even, ik heb nog iets voor je man. Een klein cadeautje voor je man. Wat leuk, wat die komt maken. Ja, ik heb nog iets opgeschreven voor je. Sorry. Ja? Kijk, kom. Laat even zien voor de camera. Een cadeautje gehad van Max Schilder. Super bedankt. Jij bent heel blij. Oh, leuk. Ja? Ja, geweldig. Leuk. Dit was Nieuws TV. Geef geen blauw duimpje omhoog doen. Of abonneer op mijn kanaal.